kan je beter communiceren naar de ouder. Want als wij iets over een Nerf gun gaan vertellen, en dan waar een kind heel erg enthousiast van wordt, die gaat vervolgens aan de ouders. Mam, ik wil een Nerf! Maar die vergeten dan waarschijnlijk bij te zeggen, maar dan moet je wel kopen bij Intertoys. Dus je moet, dus enerzijds bij een kind heb je een soort van dubbele boodschap. Je hebt wel, het speelgoed is dan wel het onderwerp, maar de sfeer eromheen is echt Intertoys. En ja, de mensen met het portemonnee, dat zijn toch de ouders. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Hello Maas is hiring. Vind je mensen en marketing leuk? Ben je tech curious? Heb je zin in een early stage startup? Bouw dan samen met ons aan de future of work in marketing. Hallo en wederom een nieuwe Hello Masters. We komen bijna bij opname 50. En de laatste keren hebben we veel gesproken met B2B marketers, maar ook met een aantal retail marketers. Zoals bijvoorbeeld met CMO van Blokker. En vandaag zitten wij met een collega, Nicole Babaj. Zij is de Head of Marketing van Intertoys, de welbekende speelgoedwinkel van heel Nederland. Welkom, Nicole. Hoe is het vandaag? Heel goed, dankjewel. Ja, wat goed. Dus jij bent al een tijdje of tenminste vorig jaar heb je de overstap gemaakt naar Intertoys. Maar je hebt daarvoor heel veel meer gedaan in de evenementenwereld en in de tijdschriften. Kun je misschien even kort ons meenemen in wat je tot nu toe gedaan hebt in jouw loopbaan? Ja, ik ben begonnen met een congresorganisatie op het gebied van interactieve media. Toen kwam ik terecht bij toenmalig Sanoma, was ik daar marketingmanager van diverse tijdschriften. Uiteindelijk van Beaumonde als marketingmanager. Toen heb ik nog een periode bij Thomas Cook gewerkt als e-commerce en partnership manager. En ik heb 10 jaar lang voor de RAI gewerkt. Was verantwoordelijk voor de huizenbeurs en 9 maandenbeurs. Dus eigenlijk in die hoedanigheid was wel heel veel de vrouwelijke consument, zeg maar, de rode draad in de vrouwelijke boodschap. De rode draad in mijn carrière. En ik heb op een gegeven moment dacht ik na 10 jaar RAI, ik wil wel wat anders. Toen ben ik in een hele korte periode voor mezelf begonnen. Heb ik online events georganiseerd. Wat super leuk was. En ook, nou niet toevallig, maar tijdens corona, zeg maar. Dus het was ook echt heel erg booming. En op een of andere manier toch in contact geraakt met Intertoys. En nou, de stap weer gemaakt naar een vaste baan. Ja, super, super. En ook wel interessant dat jullie tijdens coronatijd een mega groei hebben doorgemaakt. Hè? Gingen mensen gewoon veel meer boardgames spelen? Of was het meer gewoon online games? Hoe is die groei tot stand gekomen? Nou, ik moet je wel even corrigeren. Het is meer, ondanks de coronacrisis hebben we een groei doorgemaakt. Want ja, inderdaad, in het begin van de coronacrisis, toen waren de scholen dicht en de winkels open. Wat voor Intertoys natuurlijk best wel goed was. Want mensen wisten niet wat, ze konden nergens naartoe met de kinderen. Dus dan gaan we lekker naar de Intertoys. Dus die ging heel goed. Ja. Maar op een gegeven moment ging natuurlijk wel, kwam er echt wel een keiharde lockdown eind 2020. Zo vlak voor kerst. En die heeft wel eventjes, en in die tijd was natuurlijk ook wel echt heel veel spellen wat natuurlijk verkocht werd. Maar ook spelletjes, Lego, noem maar op. Dus daarin zat absoluut wel een uplift. Nou ja, toen we dicht moesten, en uiteindelijk zijn we toch echt best wel lang dicht geweest. Dat was natuurlijk wel echt een stuk minder, zeker in het begin, want er was het alleen maar online bestellen. Later mocht het op afspraak en click and collect. Nou, dan heb je al wat meer, dan kan je gewoon naar de winkel toe. Maar goed, in de afgelopen zomer hebben we echt een hele goede zomer gedraaid. Want als het slecht weer is, is het voor Intertoys ook weer goed. Dus als je niet. En heel veel mensen bleven natuurlijk ook in Nederland op vakantie. Dus wat dat betreft is dat ook weer heel goed voor Intertoys geweest. Nou ja, goed. En helaas, aan het einde van het jaar moesten we dan toch weer dicht.
Maar wel gelukkig met het feit dat we wel Click & Collect open konden houden. En dat maakte in die tijd dat het ook, dat heel PostNL natuurlijk helemaal vastliep met de zorgen, was het voor ons natuurlijk ideaal dat je gewoon naar de winkel toe kon gaan en alsnog je kerstcadeautjes kon halen. Ja, helder, helder. En hebben jullie net als bij Blokker ook de trend ingezet om je medewerkers zelf in te zetten om spullen die verkocht waren online, om die persoonlijk te bezorgen? Ja. Of hadden jullie een andere strategie? Ja, nee, dezelfde. Wij hadden dus, en dat was met de eerste lockdown, toen we dus alleen maar online bestellingen konden doen. Toen, daar liep natuurlijk ook, daar moest ook echt capaciteit bij om die online bestellingen maar bij de mensen te krijgen. En ja, iedereen zat thuis, dus iedereen had zoiets van, kom op, laten wij zelf die bestellingen gaan wegbrengen. En dat maakte wel, ik moet wel zeggen, ik was er dus in die tijd niet, maar ik hoor, als ik dan van mijn collega's hoor over die tijd, dat ze echt vol trots naar die tijd kijken. Dat het gewoon echt ja, met z'n allen gewoon het beste ervan willen maken. En dan gewoon zelf op de fiets stappen en die cadeaus naar mensen thuis brengen. Dus dat is wel een heel mooi, een hele mooie beweging. Ja, super. En wat koop je zelf bij Intertoys? Wat is je laatste aankoop geweest? Mijn laatste aankoop, dat was vorige week. Tijdens de puzzelweken heb ik 3 puzzels voor mijn moeder gekocht. Oké. Okay. Ja, ja, helder. Ja. Leuk. Hey, en vertel eens een fun fact over Intertoys, want het bestaat al ontzettend lang. Maar wat zijn de dingen die wij als nou ja, buitenstaander van Intertoys misschien niet weten, die wel leuk zijn om te weten? Nou, inderdaad, we zijn nu 46 jaar bestaat Intertoys al. Wat ik leuk vind van Intertoys, en dat hoorde ik de CEO van Blokker ook zeggen, dat het af en toe wel voelt alsof je voor een start-up werkt. Want het is eigenlijk best wel klein en overzichtelijk, weinig lagen en compleet vernieuwend. Dus compleet, we zitten echt met de omnichannel strategie. We gaan echt gewoon de goede kant op. En wat je vandaag bedenkt, mag je al gisteren uitvoeren. Dus wat dat betreft is aan de ene zijde gewoon een heel mooi merk waar iedereen echt ook nostalgische gevoelens bij heeft. En overal waar geen Intertoys of even weg is geweest, komt weer terug. En oh, gelukkig, we hebben het zo gemist. Weet je, het was een heel fijn merk waar iedereen goede gevoelens bij heeft. Opereren we gewoon echt af en toe als een jonge hondenbedrijf. En dat vind ik wel een heel leuk contrast. Ja, super. Want jullie hebben, zijn uitgegroeid tot, als ik het goed heb, 250 winkels in Nederland. Nee, ik zat ook op jullie Instagram te kijken. En ik zie dat jullie ook elke winkel bijna zijn eigen Instagram kanaal heeft. Hè? Van Intertoys Barneveld tot Intertoys Spakenburg. Nee, we hebben 220 filialen hebben we. En binnen 5 jaar gaan we uitgroeien weer tot 250 filialen. We willen eigenlijk gewoon volledig dekkend zijn in Nederland. Nederland. Dus toch blijven groeien in fysieke locaties. Terwijl anderzijds natuurlijk e-commerce ook booming is. Hoe ziet jullie succesvolle retailstrategie eruit voor de komende jaren? Ja, zoals ik net zei, het is echt een omnichannel strategie. Dus ook e-commerce gaat bij ons erg omhoog. En hoe wij eigenlijk ook de winkels inzetten. 1, we willen gewoon overal dichtbij zijn, bij iedereen dichtbij zijn. Maar we gaan de winkels ook als last mile gebruiken. Om het laatste stukje naar de klant toe te brengen, je cadeau. Dus eigenlijk kan je het zien als een antwoord op de flitsbezorgers die dark stores hebben. Nou, dan hebben wij het licht aan en zijn wij winkels. Maar vanuit daar gaan we ook bezorgen. En dat doen we ook, ook vanuit een duurzaamheidsstrategie. Dat we niet overal met busjes hoeven te rijden. En dat je met je fiets, zeg maar, uiteindelijk het cadeautje bij iemand thuis kan brengen. En wat nog mooier is, is dat ze met de fiets naar ons toe komen. Met onze Click & Collect service. Want dat, ik moet zeggen, gemiddeld is van de online bestellingen wordt 50% alsnog in de winkel opgehaald. En nou ja, dat was natuurlijk voor kerst 100%. Maar dat was echt heel hoog. Dus dat is zeg maar onze strategie waar we naartoe gaan. Dus zowel online als offline. En ja, je kan heel moeilijk die twee dingen uit elkaar halen. Want ergens haal je je inspiratie uit. Ergens bestel je. Ergens haal je het op. Eigenlijk is het allemaal in elkaar verweven. Dus het is een echte omnichannel strategie. Ja, ja, en is dat ook het antwoord op bol.com? Want hoe differentieer je zeg maar dan ten aanzien van ja, toch wel de dominantie van bol.com? Ik kan me ook zo voorstellen in jullie categorie
van producten? Ja, Of is het dan echt een locatie? Ja, we hebben echt wel een hele unieke positie. Wij zijn wel echt een speelgoedspecialist. En wij hebben echt wel een functie om, één, om een inspiratie op te doen. Mensen komen echt naar de winkel toe om te kijken wat is, om geadviseerd te worden. Daarnaast hebben we ook wel echt een functie als fun shoppen. Dus wanneer je de stad in gaat met je kinderen, we zeggen wel eens gekscherend dat wij net zo hard met McDonald's concurreren. Want je gaat met je kinderen naar de stad. Nou, en als beloning mogen jullie of naar McDonald's of naar Intertoys. Dus dat soort. Dus wij nemen echt een hele andere positie in dan Bol. En als ik zeg, op het moment dat het echt heel druk is, dan hebben wij weer een voordeel. Omdat wij zoveel kleine hubjes, kleine dc'tjes eigenlijk hebben waar we vanuit we kunnen de bestellingen rond kunnen brengen. Dus dat kan, het is een antwoord op Bol. Ja. Ja, helder, helder. En als je kijkt naar, zeg maar, wie is de beslisser voor Intertoys en voor de spullen in de winkel? Is het dan vaak de ouder of de kinderen? En hoe positioneer, zeg maar, je merk naar de key decision maker, om het zo te zeggen? Ja, dat is wel een lastig ding. Je moet echt twee verschillende communicatiestrategieën, zeg maar, hebben. Enerzijds is het heel belangrijk om het kind te verleiden om naar de Intertoys te gaan. Dus de magie van de winkel op die manier over te brengen. Maar wanneer de speelgoed je boodschap is, wanneer het speelgoed de hero is, dan kan je beter communiceren naar de ouder. Want als wij iets over een Nerf gun gaan vertellen, en dan waar een kind heel erg enthousiast van wordt, die gaat vervolgens aan de ouders: mam, ik wil een Nerf! Maar die vergeten dan waarschijnlijk bij te zeggen, maar dan moet je wel kopen bij Intertoys. Dus je moet, dus enerzijds bij een kind heb je een soort van dubbele boodschap. Je hebt wel, het speelgoed is dan wel het onderwerp, maar de sfeer eromheen is echt Intertoys. En de mensen met portemonnee, dat zijn toch de ouders. Ja, helder, helder. Dus een tweesporenbeleid, zeg maar, wat betreft communicatie. Ja. Ja. Vertel eens wat over de rol van marketing binnen Intertoys. Hè. Is marketing ook een directiepositie? Hoe verhoudt het zich, zeg maar, tot de andere key competenties binnen het bedrijf? Het is geen directiepositie. We hebben op zich, het is gewoon in een managementfunctie. Dus het verhoudt zich tot inkoop, het verhoudt zich tot business development, weet je, op dat vlak. De rol daarvan is heel duidelijk dat wij echt, dat is ook de opdracht die we hebben meegekregen, we moeten gewoon echt weer het gevoel geven aan het merk. We hebben ook een hele nieuwe propositie neergelegd en waar we voor staan. Dat is gewoon echt met de pay of go play. Dus in die zin willen wij eigenlijk iedereen aanzetten tot spelen. Van jong tot oud. En dat moet overal voelbaar zijn, overal zichtbaar zijn. En dat is de rol van de marketing, is dan echt om het Intertoys weer een voorkeurspositie, zeg maar, te krijgen. Want je kan in heel veel plekken, kan je, zoals je net al zei, je kan ook bij Bol je speelgoed halen. Maar je moet echt een voorkeurspositie krijgen van, nou, ik wil het echt bij die enige speelgoedspecialist hebben. Daar waar de magie gebeurt. Dus dat is eigenlijk de om het speelgoed heen. Want de, zeg maar, inkoop die zorgt voor, die weet de trends. Die koopt al een half jaar of drie kwart jaar van tevoren in. Dus daar hebben wij totaal geen invloed op. Maar wij moeten gewoon echt het gevoel geven aan het merk. Ja, helder, helder. En als je dan kijkt naar je kanaalstrategieën, er zijn natuurlijk ontzettend veel kanalen waar je uit kunt kiezen als marketeers. Jullie doen ook veel in het social domein. Als ik het goed heb, ook veel op TikTok bijvoorbeeld. Ja. Kun je iets meer vertellen over misschien de wat nieuwere kanalen waar jullie recentelijk mee gestart zijn? En heb ik eigenlijk twee vragen. Waarom start je voor die kanalen? En wat heb je tot nu toe geleerd? En wat zijn misschien goede learnings voor de marketeers die naar deze podcast luisteren, om mee te nemen als ze bijvoorbeeld ook met TikTok gaan starten? Ja. We zijn in september gestart met TikTok en we zitten inmiddels al op 32.000 volgers. Dus er is gewoon echt een enorme groei in gemaakt. Wat wij hebben is wel voor onze eigen, voor de hoofd Intertoys account, want ook heel veel filialen hebben een eigen TikTok. En dat moedigen we ook echt aan, dus dat iedereen zijn eigen TikTok
account heeft. Maar voor het hoofdaccount hebben we wel voor gezorgd dat we dit samen met een bureau werken en daarmee gewoon echt hele kwalitatieve leuke filmpjes in gaan zetten. Dus niet met je met de telefoon, zeg maar, gemaakt. Wat ook heel veel, wat je ook heel veel ziet op TikTok. En dan bovenop de trend zitten. Dus dat is de handel, dat je weet van wat gaat TikTok boosten? Welke challenges komen eraan? Welke muziek is aankomende maand heel populair, waarop gezocht wordt. Dus dat je moet eigenlijk bovenop de trend zitten. Je moet het niet zien als een verkoopkanaal. Het is gewoon echt een heel goed kanaal om wij nemen ook alles op in Intertoys filialen. Dus daarmee willen we de magie van het van de plek, zeg maar, ook weergeven. En daarmee, nou ja, en wat we bijvoorbeeld geleerd hebben, wat heel veel, want het gaat eigenlijk om je engagement, hè? Dus hoeveel, naast dat je heel veel bereik wil hebben, wil je ook dat mensen heel veel gaan reageren. En waardoor je dus weer vaker op de tijdlijn komt. Nou, wat we dan van geleerd hebben, is dat je bijvoorbeeld wel echt goed die interactie moet aangaan. Dus weet je wel, je vraagt om de comments, vraag om hier te klikken, weet je, dat soort dingen. En elke keer weer een ander grapje uithalen. En we zijn inmiddels ook gestart met een TikTok Academy binnen Intertoys. En dat maken we eigenlijk voor alle filialen, maken we iedere maand een one-pager van oké, deze challenges die worden echt enorm hot de aankomende maand. Deze muziek is goed. Hier moet je op letten qua belichting, ik noem maar wat. We hebben ook een WhatsApp-nummer opengesteld. Dus wanneer je je eigen TikTok eventjes kan uploaden. En dan gaan we nog even vragen of even aanwijzing geven. Nou, ik zou dit en dit en dit aanpassen. En dan zorgt het voor meer bereik. En dat werkt heel goed. En ik denk ook dat we met z'n allen, door ook dat er meerdere Intertoys zijn met hun eigen kanaal, dat we elkaar daarin kunnen gaan versterken. We gaan ook challenges onderling doen. Weet je wel, wie van de filialen kan de beste TikTok posten? Ja, leuk zeg. En hoe meet je dan succes? Wat is dan het succescriterium? Is het gewoon engagement? Is het reach? Is het het aantal volgers? Hoe haal je, zeg maar, de businesswaarde uit TikTok? Ja, de aard is engagement natuurlijk het belangrijkste. Dus dat is je hoopt dat en de volgers. Dus we zien elke dag dat het gewoon toeneemt. Dus dat is dan goed. En dan kijk je naar het bereik van je post. Het fijne is dat op een gegeven moment kan je post gewoon in één keer opgepakt worden. Is je heel leuk en dan kan het in één keer heel hard gaan. Dus dat is altijd maar even afwachten. Dus we kijken dus naar volgers, naar bereik en de engagement. Dus hoeveel likes komen erop. En dan, dat maakt een TikTok goed en niet goed. Hoe bouw jij een top marketing team? Alles in-house met alleen eigen medewerkers? Veel uitbesteden aan agencies? Of vaste freelancers uit je eigen netwerk op nieuwe projecten? Met HelloMaas is er nu een nieuwe manier om een topmarketingteam te organiseren. Ontdek het Flexteam. Alleen betrouwbare freelancers met duidelijk resultaat voor een transparante prijs. En alleen wanneer jij dat nodig hebt. Maak je marketingteam agile, slim en haal specialistische kennis van buiten naar binnen. Nu met meer dan 75 marketing skills on demand. Van grote verzekeraars tot snelgroeiende start-ups, topbedrijven werken al met het Flexteam van HelloMaas. Ga naar hellomaas.com/flexteam en maak jouw marketingteam snel en slim tot een topteam. En wat betreft andere kanalen die je zou kunnen inzetten, bijvoorbeeld influencers, zet je die ook in? En als je dat dan zou doen, richt je dan meer op de ouders, omdat die de portemonnee hebben, of toch op de kinderen, omdat zij eigenlijk de aankoop initiëren? Ja, we hebben een influencerscampagne dit najaar gehad. En dat begon eigenlijk in september. Toen begonnen we met de verjaardag vieren van 45 jaar Intertoys. En dan hadden we 10 mama/papa-influencers en 1 kind-influencer. En die lieten dan de verjaardag vieren. Vervolgens kwam het speelboek uit. Lieten we daar wat over posten. En vervolgens komt dan Sinterklaas en Kerst. En de toy-testers hebben we trouwens ook nog. We lieten de kinderen van die influencers. Die lieten we allemaal leuke gele capuchonnetjes aantrekken. En konden speelgoed gaan testen.
Dat is op zich was het, is dat heel goed gegaan. Ik moet wel zeggen dat ik vind het altijd wel je hebt heel veel bereik. Dus daar ben ik dan altijd wel heel erg tevreden over. Maar dan, het is best wel moeilijk meetbaar. En ik weet dan ook niet zo goed hoe goed het blijft hangen. Ik heb ook niet zo inzichtelijk als jij. Als je bent gewoon op Instagram aan het kijken. En je ziet zo'n gesponsord bericht. Wat het nou echt daadwerkelijk doet in de hoofden van de mensen. En ik merkte wel zeker bij het kind-influencer. En kind, zij was 17 of zo, is zij. En die werd echt wel gevolgd door jongeren. Alleen, het was wel echt een mismatch, omdat zij zat gewoon in haar... zij werd net jong volwassen. Dus zij wilde eigenlijk meer posten van... Oh, ik ga naar Albevera, ik ga daar gezellig stappen. Weet je, in die fase zit zij. En dan kan je nog wel hele jonge volgers hebben die dat heel leuk vinden. Maar die connectie met speelgoed sloeg gewoon helemaal nergens op. Dus dan dachten we van, oh ja, dit hebben we gewoon helemaal verkeerd ingeschat. Ze had de juiste volgers... Alleen, ja, het komt natuurlijk heel ongeloofwaardig over als zij in één keer met speelgoed gaat. Dat eigenlijk achteraf gezien is het natuurlijk een no-brainer. Maar daar hebben we wel echt even moeten bijschakelen. Toen hebben we gewoon haar neefje erbij gehaald. Dan ging ze maar een cadeautje kopen voor de neef, weet je, dat soort dingen. Maar dan denk je van, oh ja, zo'n kind-influencer, dat is dan, dat werkt niet helemaal. Ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat je ook met leeftijd zit van wie doet dan de aankoop als kinderen en wie kan je al inzetten als influencer, dat er wel een gap tussen zit. Inderdaad. Kun je nog iets meer vertellen over andere marketingkanalen? We hebben nu veel over social kanalen gesproken, maar je hebt natuurlijk ook gewoon misschien wel wat meer traditioneel als e-mail marketing of website landing pages om conversie te boosten. Zetten jullie die ook in? Ja, zeker. Wij werken natuurlijk heel veel. We hebben een eigen SEO-specialist in huis die bekijkt waar er veel op gezocht wordt. En daar worden dan de landing pages op gemaakt. We hebben 2 keer per week hebben we een nieuwsbrief waar we eigenlijk al onze acties op zetten. Maar daarnaast hebben we ook, we zijn wel heel erg verminderd, maar we hebben ook nog 3 keer hebben nog een folder waar we vorig jaar 10 keer volgens mij hadden, of 13 keer, hebben we nu naar 3 keer nog een folder. Dus we willen wel echt terugdringen in papier en dan in digitale folders. Dus daar hebben we er wel ook wel weer veel van. En ook nog wel tv. En soms past dat gewoon heel goed. Als je kijkt naar afgelopen jaar hebben we met Lego Masters dat was eigenlijk een gouden driehoek. Dat was van Lego Masters, Lego en wij. Dat matchte zo verschrikkelijk goed dat aan alle kanten klopte het. Wij zijn gewoon de retailer waar je Lego koopt. De content is puur Lego. En het zet aan tot spelen. Iedereen wil Lego. En wij waren dan, wij zeg maar, zijn de verkopende partij daarin. Dus dat heeft heel goed voor ons gewerkt. In één keer stonden we bij iedereen weer op de kaart dat wij dat we de plek waren waar je speelgoed en ook Lego kan kopen. Ja, helder. En denken jullie dan bijvoorbeeld ook aan concepten waarbij je de winkel meer gebruikt als een soort van experience plek? Je hebt natuurlijk ook van die Lego flagship stores in bepaalde grote steden. Denken jullie ook meer dat je de retailruimte, behalve dan zo'n dark store concept waar je het eerder over had, hè, om de delivery heel efficiënt te regelen, maar dat je anderzijds ook de fysieke winkel kan gebruiken om daar bijvoorbeeld... fysiek die nieuwe spellen uit te proberen. Ja, nee, er komt absoluut meer beleving in de winkels. En dat is ook die propositie waar ik net over had, dat GoPlay. We moeten echt aanzetten tot spelen. En dat is op het moment dat je zelf speelt in een winkel, dat zet ook aan tot dat iemand anders het wil gaan spelen. Heel erg de beleving. We willen absoluut niet doorschieten. Dat is wel een ding. We willen niet een half pretpark maken in een Intertoys winkel. Want die functie hebben wij helemaal niet. En een aantal jaar geleden is dat wel even de koers geweest.
Ja, dat heeft direct in die winkels waar dat zo was, direct tot enorme omzetdaling geleid. We zijn wel gewoon een speelgoedwinkel. En dat is eigenlijk al beleving genoeg. En daar komen, we gaan wel absoluut meer dat je zelf, dus met corona tijdens het ook even wat minder geworden. Je kan bijvoorbeeld met die Lego tafels waar je kan spelen. Nou, dat is dan even niet hygiënisch, dus daar moesten we dan eventjes mee stoppen. Maar dat soort dingen komen absoluut wel weer. Het zou mooi zijn als we ergens één flagship store kunnen doen, à la Rituals of zo, weet je wel, dat je een hele, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat, maar dat op zich is dat niet een doel op zich of zo, het moet echt, de winkel zelf moet gewoon, eigenlijk het speelgoed zelf is al een mega beleving en echt voornamelijk voor een kind gewoon heerlijk om in rond te lopen. Ja, helder, helder. En heb je nog andere tips voor mensen die ook in de retail marketing leiden? Waarvan je zegt van, god, dat werkt gewoon bij ons heel goed. Misschien niet echt een campagne, maar meer hoe je gestructureerd iets opzet. Waarvan je denkt, dat is wel handig om ook te delen. Nou, ik vind, en dat is wel iets waar ik dit jaar op in ga zetten. Het wordt steeds belangrijker om gewoon eigen content te hebben. Zeker ook met cookies adverteren wat erbij komt. Eigenlijk is er steeds je data is elke keer maar van een ander. Dus wij gaan wel meer op inzetten op eigen data, op eigen content. Zodat je de boodschap zeg maar bij je houdt. Het moet niet zo vluchtig zijn. Dus dat is wel een learning die ik eigenlijk in dit half jaar al heel sterk heb geleerd. Het is, je moet het, ja, gewoon bij jezelf houden. We gaan nu kijken of we YouTube-series kunnen gaan ontwikkelen. En dat soort dingen kan je natuurlijk ook weer heel goed aanjagen vanuit je eigen kanalen. Dus je hebt je eigen kanalen. En dan we hebben al best wel een groot YouTube-kanaal. Maar die hebben we eigenlijk een beetje links laten liggen. Nou, daar gaan we dit jaar ook weer echt een booster geven. Want dat, uiteindelijk zoeken ze op je en dan kunnen ze maar beter gewoon bij jou terechtkomen in de plaats dan dat je het maar elke keer via paid advertising moet gaan doen. Ja, helder, helder. En vertel eens wat over je marketingteam. Wat voor skills heb je in huis? Werk je met een flexibele laag? Ik ben even heel benieuwd hoe je zeg maar al die campagnes en alle always-on marketing goede banen leidt. Ja, naast mij hebben we 4 marketingcoördinatoren, waarvan ik zit net in een shuffle. Maar wat we gaan doen is 3 marketingcoördinatoren die werken echt in clusters en 1 algemene marketingcoördinator. En die clusterwerking, binnen Intertoys heb je bouw en constructie, games, buitenspeelgoed, noem maar op. Dus we zijn allemaal in clusters verdeeld. En een marketingcoördinator die is dan gekoppeld aan de inkoper daarvan, de assistent-inkoper, een CA-specialist. Dus er zit een groepje om een cluster heen. En zij gaan dan met z'n allen bepalen van, oké, weet je, we zitten nu, we hebben bijvoorbeeld een babypeutercampagne. Hoe gaan we die aanvliegen? Wat zijn de juiste producten daarbij? Nou, noem maar op. Er komt een heel campagne uit. Daar worden SEO-pagina's voor geschreven. Nou, noem maar op. Dat is hoe wij nu gaan werken. En die algemene coördinator, die zit ook meer op de POS-materialen van de winkels. Algemene campagnes, Intertoys breed. Zeg maar dat. Dan hebben we nog 2 designers voor ons werken. En voor de rest zijn er een paar bureaus waar we mee samenwerken. Niet al te veel, want dat, ik moet wel zeggen, sinds ik bij Intertoys werk, ik denk dat ik 5 LinkedIn-verzoeken per dag krijg van bureaus, dat soort dingen. Dus Intertoys is wel een erg gewild merk, zeg maar, voor bureaus om aan te haken. Maar we hebben dan een bureau voor onze TikTok doet. Dat is wel heel belangrijk. We werken met een studio Mirage, die werkt ook voor Blokker. En dat die doet zeg maar al onze speelboek, of voornamelijk ook DTP-werk. En we werken met een bureau die meer op de strategie zit. Nou ja, en af en toe schakelen we natuurlijk weer andere bureaus aan. Dus we hebben dan een influencersbureau, of dan hebben we dat. Dus daar, die haal je dan af en toe erbij.
En een mediabureau. Ja, 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 ik kan me zo voorstellen voor de distributie. VTA, heel belangrijk. En daarin zit ook, ik vergeet eigenlijk gewoon een hele belangrijke. Binnen het mediabureau die helpt ons ook bij onze CEA-campagnes en display- en social-campagnes. Ja, helder, helder. Hey, en werk je ook met freelancers? Nee, nee, eigenlijk niet. Is dat een bewuste keuze of is het iets wat bij jullie minder voorkomt in de cultuur? Ja, op een of andere manier is dat ben je eerder geneigd om naar een bureau te stappen dan naar een freelancer. Zowel retail als speelgoed is ook best wel specifiek. Dus dan heb je toch wel, ik kom niet zo snel bij een freelancer terecht. Nee, het is misschien ook even zoeken als je dat vanuit je eigen netwerk doet van, goh, vind je dan iemand inderdaad met die specifieke kwalificaties en achtergrond? Maar dat is natuurlijk ook een idee om met een flexibele laag te werken, zodat je dan mensen ongoing, zeg maar, bij je kan betrekken. Die ook die diepe specialisten hebben. Maar ik kan me voorstellen, als je dat niet direct vanuit een netwerk kan oppakken, dat je dat op een andere manier inricht. Ja, zeker. Want die marketingcoördinatoren, die moet je gewoon echt wel in dienst hebben. Want die zitten zo dicht op inkoop. En het liefst heb je ze ook heel lang in dienst. Dus daar zit gewoon, moet je gewoon echt ook speelgoedkennis, zeg maar, voor hebben. En aan de andere kant heb je dan bureaus die weer een wat grotere rol spelen dan alleen maar een freelancer. Ja, ja, helder. Ja, wat staat er op de kalender voor het rest van het jaar? Heb je alle primeurtjes of tipjes van de sluier die je zou kunnen delen? Nou, we gaan 5 nieuwe figuurtjes introduceren. Samen met onze GoPlay-strategie komen daar 5 figuurtjes bij die allemaal een eigen karaktertje hebben. En heel vrolijk ook onze look and feel, zeg maar, aankleden. Space, ja. Bot, Kite, Hippo en Meis heten ze. Leuke naam. Ja, dat is wel heel leuk. Nou ja, wat wij, zoals ik al zei, we gaan ons op YouTube gaan we ons richten. En voornamelijk is het gewoon heel erg het gevoel Go Play uitstralen. We gaan heel veel winkels gaan we gewoon echt even een enorme mooie opfrisbeurt geven. Dat is gewoon alles er weer qua in-store materialen. Het wordt echt wel een hele mooie winkels worden het. En voor de rest, we gaan van start met het bouwen van onze eigen app. Ja, oké. Okay. Spannend. Ja. Spannend. Nou, leuk. Dankjewel voor een kijkje in de keuken bij Intertoys. Heel leuk, Nico, om jou ook beter te leren kennen en de insights over hoe je team neerzet. Ik wil je ontzettend bedanken en heel veel succes wensen dit jaar met de introductie en verdere uitrol van GoPlay en over de start van jullie. Oké, nou dankjewel.